Is het kunst of is het afval? De Zwitserse kunstenaar Saip maakte dit enorme plastic flessenschilderij op gras. Op gras? Ja, dat kan dus, maar niet met verf of potloden. Là ici on voit bien d'ailleurs le noir que j'utilise qui est du charbon. On a l'impression parfois l'herbe est un peu crabée, c'est normal parce que vraiment c'est du charbon et ici la craie en blanc. Et en fait entre les deux, on a toutes des nuances de gris, ce qui souvent donne ces volumes à mes fresques. De fles is zo groot als 3 tennisvelden bij elkaar en dus het best te zien van bovenaf. Saip maakte het kunstwerk in een park in Zwitserland vlak naast een groot meer. Hij wil mensen bewust maken van milieuvervuiling en hoopt dat mensen meer respect krijgen voor de natuur. Je peins de gigantesque fresques éco-responsables avec de la craie du charbon directement sur la nature. Ça peut être de l'herbe, du sable. Et partout dans le monde, et j'aime bien dire que j'essaye d'impacter les mentalités, voire la société, sans impacter la nature. De fles is zeker niet zijn eerste natuurkunstwerk. Over de hele wereld is zijn werk te zien. Zoals deze in de woestijn. Of deze jongen, omringd door zonnepanelen. The artwork represents little kids playing with the energy, the solar energy. Dit meisje in de bergen. Of wat dacht je van een drijvend schilderij in Venetië? En soms maakt hij ze zelfs in de sneeuw. Omdat de kunstwerken met milieuvriendelijke materialen zijn gemaakt, verdwijnen ze na een tijdje vanzelf weer. Maar als er één verdwijnt, maakt Saip op een andere plek gewoon weer een nieuwe.